Ik ben Franca Versmissen en ik kom uit Eersel. Ik heb hier een galerie en mensen kunnen bij ons een hapje komen eten met streekproducten. Ik kom wel eens bij netwerkbijeenkomsten en dan hebben de ondernemers het over spookfacturen. Ik heb ook wel eens iets ontvangen dat ik denk dat klopt niet helemaal. Wat kan ik daaraan doen en hoe herken ik ze? In de galerie hebben we zo'n 4 exposities per jaar met meerdere kunstenaars. Mensen kunnen hier kunst kopen. Verder doen we workshops met heel veel jonge ondernemers. Die kunnen hier kledingadvies, interieuradvies, bloemenworkshops, eigenlijk van alles. En met Staatsbosbeheer organiseren we wandelingen, bijvoorbeeld eitjes bakken in het bos. En ook voor kinderen hebben we evenementen en gewoon een wandeling met gidsen. We doen ook voor bedrijven, die kunnen hier komen vergaderen. En relatiegeschenken doen we verzorgen voor de bedrijven. Het is heel erg breed. Het is een beetje ontstaan uit de markt. Klanten zeggen, kan je dat? En dan denk ik, dat kan ik eigenlijk best. En dan doe ik dat gewoon. Uw vraag is van hoe herken ik een spooknota? Allereerst wil ik zeggen dat het heel goed is dat je heel kritisch bent op de binnenkomende facturen. Nou, hoe herken je zo'n spookfactuur? Nou, er zijn eigenlijk een aantal varianten. Eén daarvan is dat er kleine lettertjes vermeld worden, vaak onder het bedrag. En als je die kleine letters eigenlijk goed leest, dan zie je dat het geen factuur is, maar dat er een offerte, een aanbod is. Dus als ik een leesbril nodig heb, dan kan ik hem eigenlijk al bijna niet. Nou, even goed naar de algemene voorwaarden lezen, maar als het blijkt dat het inderdaad een aanbod is, dan kun je hem inderdaad aan de kant leggen. De tweede variant, dat is de factuur eigenlijk zonder de kleine lettertjes. En dan is het altijd de vraag, ligt daar inderdaad een overeenkomst te grondslag? Nou, om je wat tijd en werk te besparen, zou je kunnen gaan naar steunpunt acquisitiefraude. Dat is www.fraudemeldpunt.nl. En daar staan alle spookfacturen op. En bovendien staat daar allerlei tips en advies op. En je kunt daar ook eventueel een melding doen. Twijfel je over facturen, kan je ook altijd de Kamer van Koophandel even bellen. Nou, bedankt voor de informatie, daar heb ik wat aan. Graag gedaan. Ik heb er wel wat aan gehad. Ik weet nou welke website ik moet raadplegen om de spookfacturen op te sporen. En mij foppen ze nou zo gauw niet meer.